Het criminele duo moet, als het aan het OM ligt, 16 en 14 jaar de cel in. Volgens het OM hebben de twee zeer ernstige strafbare feiten gepleegd en hebben hun slachtoffers daar nog steeds last van. De Universiteit van Amsterdam heeft meer tijd nodig om te reageren op de wensen en eisen van de docenten. Die wilden vandaag voor 4 uur een reactie. Maar het bestuur komt begin volgende week met een antwoord. Een man is in Jeruzalem op een groep mensen ingereden. Daarna stapte hij uit en stak om zich heen. 5 vrouwen zijn erbij gewond geraakt. De dader is neergeschoten en opgepakt. Voor het eerst in 4 jaar krijgt het defensiepersoneel er weer geld bij. Door een akkoord tussen de vakbonden en defensie gaat het salaris met 0,8% omhoog. Het kan zondag wel eens de warmste 8 maart ooit worden. Volgens Weer Online kan het kwik uitkomen op 17 graden. Sinds het begin van de meting in 1901 is het op 8 maart niet warmer geweest.